Nog even een hele vette tip. En ik zie weer nieuwe kleuren barretje. Deze vind ik echt wel heel tof. Hoi jongens! En ik ben er vandaag met een oude vertrouwde video. Want ik ga naar de Zeeleman! Yes, heel erg leuk. Ik heb een shopafspraak gemaakt hier bij Zeeman Paddepoel. Dus ja, ik ga jullie lekker meenemen en laten zien wat er nu allemaal in de winkel ligt. Zodat jullie goed voorbereid naar jullie shopafspraak kunnen gaan. Ja, ik ben er. Nou, het voelt wel echt extra speciaal met zo'n shopafspraak. Ik ben in Paddepoel trouwens, want hier ken ik de indeling van de winkel goed. Dus dan kan ik mijn tijd zo optimaal mogelijk benutten. Nou, super veel zin erin. Oh, ik zie hem al 50% korting ook. Even natuurlijk in de kortingsbak kijken. En ik zie hier al iets heel erg leuks. Kijk, zo'n houten dinerset. Nu 5 euro. Dat is toch leuk. Kleine kindjes. Ook echt heel veel dingetjes in de sale. Dingetjes die ik ook al wel eerder eens heb laten zien. Maar deze vond ik toen ook zo leuk. Met die croissantjes. En deze voor een babytje. En over deze had ik eerder wel eens getwijfeld of ik die mee zou nemen voor Max. Want het is wel echt zo'n heel handig... lekker vest. En hij is nu 5 euro. Dus eventjes over nadenken. Het is ook echt een tip. Kijk, zat een mooie regenjas. Licht roze. Met een grijs streepje. En hij heeft dus ook nog helemaal lekker zacht teddy van binnen. En maar 8 euro. Nou, dat is wel echt een topper. Hij gaat tot maat 170 denk ik. Tot 14 jaar. Ja, superleuk. En ik zie weer nieuwe kleuren barretjes. Deze met de pareltjes heb ik ook. Zo eentje vind ik misschien ook nog wel leuk. Maar ja, het barrettenseizoen is wel een klein beetje voorbij. Maar goed, het blijft altijd wel leuk natuurlijk. Nou, ik ben bij de meidenafdeling en ik zie hier echt een mega leuk rokje. Kijk, met tijgers. En voor zit nog een klein, ja, een soort overslagje met een roezeltje. Heel lekker luchtig rokje voor de zomer. Ik wil eventjes de prijs bekijken. 5 euro. Ja, deze is echt leuk. Nog even een hele vette tip. Want hoe cool is deze tie-dye jogging? 6,99. Ik vind de kleuren ook echt heel mooi. Echt heel vet. En hij is er ook nog in deze kleur. Ook leuk trouwens. Ja, heel nice. Oh, en deze is toch ook te gek. Milkshake. Met zo'n knoopje. Ook echt heel cute. Gewoon deze. Leuke dingen allemaal. Een spijkerjasje natuurlijk ook altijd handig. Dit is ook wel super schattig moet ik zeggen. Voor een klein meisje. Oh, deze gaat tot 128. Heel cute. Hij is er ook nog in het oker. Oogjes. Ook leuk. Kijk, er hoort ook nog een rok bij. Zo'n setje kan hij ook. Ja, en hier ben ik ook altijd groot fan van. Vind ik zo schattig voor kleine meisjes. Zo'n corduroy overgooitje. Met een leuk shirtje onder. Oh, deze is ook leuk trouwens. Dan de jongensafdeling. Eens even kijken of ik hier mijn slag kan slaan. Oeh, ik zie meteen al iets heel erg leuks. Kijk, tie-dye. Maar dan stoer. En er zit ook een broek bij. Dit is echt iets voor Max. Deze gaat mee hoor. Even kijken. 6,99. Oké, hij gaat tot 128. Dus daar past Max nog net in. Ik hoop dat ze de juiste maat nog hebben. Oh, kijk. Nou, deze vind ik echt tof voor Siem. Siem is echt helemaal van het gamen. En dan met zo'n retro Nintendo controller. Ja, helemaal leuk. 5 euro. Nou, dit blijf ik ook leuk vinden. Volgens mij hadden ze deze ook wel eens eerder in de collectie, maar hij is wel tof. Hij heeft helemaal lekker bont van binnen en dan 15 euro. Dus dat is op zich wel ook voor straks, als het een beetje zo dat seizoen, dat het nog net te fris is voor zo'n zomerjas. Dat is wel een leuk jasje. Kijk, dit is ook een leuke vrolijke trui. Mijn jongens houden echt wel van kleurrijke kleding. Heel vaak is jongenskleding natuurlijk vrij donker. Maar deze vind ik echt leuk. 5,99. Nou, even wat babyhoogtepuntjes, want dit is toch ook wel echt fantastisch. Kijk nou eens wat leuk, dit pakje. Het is maar 5,99. Nou, echt. Te schattig. Mag je wel gewoon in
Oh, deze moet ik ook nog even laten zien hoor. Cute. Bonjour. Ja, heel erg leuk. Dit is ook gaaf. Zo zacht ook. En maar 6,99. Dat vind ik wel leuk hoor. De slaapkamer of zo. Echt leuk. Nou jongens, de winkel is echt wel super goed gevuld. Dus je kan wel echt je slag slaan nu. De damesafdeling ben ik nu. Leuk t-shirt voor de Friends Lovers. En is hier maar 5,99. En ik zag hier dus ook een leuke jurk. Kijk, deze. Gewoon lekker zo'n losvallend zomerjurkje. Je kan er ook nog een riem om doen. Ik vind het printje ook heel leuk. Zo'n bloemenprintje. Ja, heel tof. Deze is nu ook in de aanbieding. Terry jas, nu 12 euro. Dat is een maatje 44, maar ik zal hem toch wel eventjes voor jullie aantrekken. Ik twijfel even of ik hem misschien al eerder heb aangepast, maar kijk. Leuk jasje hoor, voor 12 euro. Deze is mij wel ietsjes ruim, maar er hangen hier nog een paar. Oeh, dit is ook interessant jongens. Een cameljas, 25 euro. Ik ga hem even aanpassen. Dat is leuk hè? Er zit een ceintuur bij. Dit is een maatje 38. Ja, het is niet een hele dikke jas, dus hij is wel echt geschikt voor nu. Leuk. Deze vind ik misschien nog wel mooier. Deze is wat stugger. Lichtgrijs, 27 euro. Het is alleen wel een grote maat. Dus even kijken hoe dit zit. Maar op zich vind ik het ook altijd leuk als zulke jassen echt oversized vallen. Oeh, deze vind ik echt wel heel tof. Ik twijfel alleen een beetje, hij is misschien net ietsjes te groot, toch? Als er 1 maat kleiner was geweest, was ik ervoor gegaan. Even nog goed zoeken. En dit vestje is ook heel tof. Ik heb zelf ook zoiets, krijg ik ook heel vaak vragen over. En deze lijkt er eigenlijk best wel op. Beetje ecru, 15 euro. Ja, zag leuk. Zebra, zebra. 8,99. Nou, dit vind ik wel wat hoor. Zou ik leuk staan bij deze broek? Nou, we zijn met z'n allen natuurlijk ook helemaal into the loungewear. En dan is dit pak natuurlijk wel echt een hoogtepunt. Zo'n mooie kleur ook, van Kappa. En er hoort ook nog een broek bij. Maar die hebben ze hier nu niet, maar misschien nog wel in een ander filiaal. En hij is er ook in het zwart. En daar is wel hier het hele setje van. Wel tof hoor. Even kijken, 15 euro. En de trui was volgens mij ook zoiets, 16,99. Heel tof. Oeh, deze is ook leuk. Friends, 5,99. En nog hele zachte truien. Grijs en deze voor de Pasen. Geel, 12,99. Hier ook altijd super grappige accessoires voor kinderen. Kleine tasjes. Kijk nou, een gitaar, 3,99. En een vosje. Ik zag net ook nog een leuke met een regenboog. Oh ja, knabbel en babbel. Minnie Mouse oren. En ik koop hier dus ook altijd onderbroeken voor de jongens. Want ze hebben hier gewoon altijd hele grappige printjes. Bananen. Deze is ook weer nieuw volgens mij. Bloemen. Nou, het is echt gewoon prima ondergoed. Dus daar ben ik ook wel fan van. Nou, deze vind ik ook leuk, met sterren. Monstertjes. Er zijn ook hemdjes bij. Het meidenondergoed is ook heel erg leuk. Kleine boxertjes. Met hemdjes. De kinderen die raken bij mij echt aan de lopende band van dit soort drinkbekers kwijt. Dus die moet ik weer even aanvullen. En hoe leuk is deze? Dit is een hond. Ik vond deze trouwens ook wel leuk. Chill. Er worden hier gewoon allemaal alweer nieuwe leuke dingen uitgepakt. Kijk ook wat een leuk pakje dit is. Er hoort ook een broek bij. Heel vrolijk hè. Voor het voorjaar. En dit leuke jurkje. Oker. Ja, zo'n zin ook weer. Mooi weer. Met citroentjes. Echt zo'n heel lekker fris kleurtje. Leuk bij een wit broekje. Ik zie het wel voor me hoor. Kijk eens wat een leuke felgekleurde jasjes. Roze en geel. Ze zijn maar 9,99.
kijken hoor. Het is wel voor, ja, klein. Oh ja, tot 128. Kleine meisjes. Een lekker tussenjasje. Nou, dit heb ik jullie ook al eens vaker laten zien. Maar van deze shirts ben ik dus echt fan. Deze zijn 2,50. En dit zijn echt gewoon de perfecte ondershirtjes. Gewoon kun je lekker onder een trui of een vest doen. Ze blijven gewoon heel mooi. Ik, ja, beter kan het eigenlijk niet. Dus hier ga ik sowieso weer een paar van meenemen. Dit is ook wel een grappig rugzakje. Het is een beetje teddy. 8,99. Ja, ik spot hier in de kortingsbak ineens ook nog leuke hoodies. Die zijn dus van de Basic collectie. En die zijn van 100% katoen, organisch katoen. En ze zijn nu 8 euro. Kijk, deze lichtroze. Of een zwarte. Of deze witte. Ook wel leuk, hè? Of dit... Misschien ook wel een leuke kleur, hè? Zo, nou, ik ben weer thuis. Het was echt super geslaagd. Echt heerlijk om ook weer eens in een winkel te zijn. Ik heb eigenlijk helemaal nog niet zoveel shopafspraken gehad. Dus ik vond het even echt heel erg leuk. Echt een leuke ochtend gehad. Ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb meegenomen. Ze hadden heel veel leuke kidskleding. Ook voor meiden heel veel leuke dingen. Maar de jongensafdeling was ook best wel nice. Voor Siem heb ik deze trui meegenomen. Een hele vrolijke trui. Ook echt perfect voor de lente. Het is niet een hele dikke trui, maar gewoon ja, lekker. Chill staat erop. Hij is 5,99. Dus ja, deze vond ik gewoon wel heel erg leuk. Voor Max heb ik dat tie-dye pak meegenomen. Nou, ik denk dat hij hier heel blij van wordt. Want hij wilde vorig jaar ook al de hele tijd tie-dye items. Twijfel wel een beetje over de maat. Want het is een 122-128, maar hij lijkt best wel klein te vallen. Dus ik hoop dat hij hem past. Maar goed, wel heel tof. De broek is 6,99 en de top is 7,99. En deze, ja, deze ging dus ook maar tot 128. Dus ja, dit zou toch de goede maat moeten zijn. Ik vertelde het al, maar hier ben ik echt fan van. Zo handig om gewoon onder truien en vesten te doen. En je hebt ze dus met korte en met lange mouwen. En ook in allerlei kleurtjes. Wit en grijs, donkerblauw. Kijk. Deze heb ik dan nog donkerblauwe meegenomen met lange mouwen. Ja, en maar twee. Nou, deze 2,69 en die met korte mouw was met 2,49. Ja, 2,49. Nou, ze blijven ook echt top in de was. Dus dit is echt wel een tip. Gewoon echt een super basic. Nou, en ondergoed. Dat koop ik dus ook altijd bij de Zeeman. Blijft ook prima, vind ik. En ze hebben gewoon ook echt altijd leuke printjes. Deze waren nu weer nieuw. Ja, wel stoer. En nog een leuke drinkbeker met die hond. Met zo'n tuitje. We hebben er ook een van Zeeman van Mario. En die blijft gewoon ook hartstikke goed. Hij lekt niet. Dus ja, ik kan deze wel aanraden. 2,79. Nieuwe sokken. 5 paar voor 4,99. Ook altijd chill, want wij raken gewoon altijd sokken kwijt. Ik heb gewoon een tas vol met sokken waarvan er eentje mist. Echt heel erg vreemd. Geen idee waar die blijven. In de wasmachine of zo. Ik weet het niet. Dat was hem dan alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog en abonneer. En laat me ook vooral eventjes weten of jullie een item hebben gespot wat jullie leuk vonden. En wat jullie misschien wel willen gaan halen. En ja, of jullie ook al eens op een shopdate zijn gegaan met de Zeeman. En ja, volgende week ben ik er weer met een nieuwe shoplog. En op donderdag met een vlog. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien. Tot dan!